Ja, ik praat nog steeds met Charlotte Melkert, oprichter van Equalture. In het eerste uur noemde ik het al even, een lijstje met de Forbes 30 Under 30. Jullie hebben ook een prijs gekregen voor het meest inclusieve bedrijf, persoonlijk Women of the Year Award. Waar ben je in die 5 jaar het meest trots op? Oeh, nou niet op al die awards hoor eigenlijk. Want ik vind dat dat ook, ja, het is ook een beetje gebakken lucht. Het is natuurlijk heel, het is goed voor marketing, hè? Gratis, ik blijf toch een Hollander. Het is gratis marketing. Maar niet per se op die awards. Ik ben het meest trots op het feit dat we, dat we echt bereikten wat we wilden doen met het bedrijf. Dat ik echt, kijk, we zijn het, dat zei ik het eerste uur, we zijn het ooit gestart. Echt met de ambitie, iedereen moet dezelfde kans krijgen om aangenomen te worden voor een baan. En dat is ons gewoon gelukt voor de organisatie waar we voor werken. Dus eigenlijk mission accomplished. Ja, maar dan heb je schaal, hè? Dus het kan altijd groter. En ik denk wel dat wat wij doen nog steeds niet een best practice is in veel organisaties. Dus ik denk dat we nu weten hoe het moet. En ik denk dat nu de uitdaging is, hoe schalen we het ook? En vanaf welke grootte denk je dan van ook dat is afgetikt? Oef, weet ik niet. Ik denk dat het vooral gaat om vanaf welke grootte ben ik ook niet meer de persoon om dit te doen. Ik heb altijd gezegd, ik zie mezelf niet als CEO van een bedrijf van 100+ man. Ik denk dat ik daar helemaal niet goed in ben. Dat ik het ook niet leuk vind. Dus misschien verkoop je dit bedrijf en gaat het in een andere vorm door. En gaat het met een ander managementteam door. Wellicht ook niet. Maar ik denk niet dat ik dit zelf nog 10 jaar doe. Daar gaan we straks nog gaan we daar dieper op in. Maar eerst even over de centen en dan met name het groeigeld. Begin 2022 hadden jullie een kapitaalinjectie gehad. Begin 2023 ook weer 2,5 miljoen. Hoeveel geld is in de afgelopen jaren zo ongeveer opgehaald door jullie? Volgens mij in totaal rond de 8 miljoen nu. En ja, in 3 rondes dan ongeveer? Hoe moet ik dat zien? 3 grotere rondes. En we hebben ook wat angel investors die er wat kleinere bedragen wat meer verspreid in hebben gestopt. Dus ik denk dat het is, ja, de 3 grote rondes die je waarschijnlijk online kunt vinden. En dan nog een paar wat kleinere die we nooit naar buiten hebben gebracht. En heb je daar echt moeite voor moeten doen? Nou, minder dan wat ik verwacht had. Al moet ik er wel bij zeggen dat ik ook denk dat we wel een goede tijd nog geld hebben opgehaald. Hoor. Ik denk dat geld ophalen nu vanuit in ieder geval venture capital. Ik weet niet hoe dat voor andere vormen van financiering is. Maar dat is nu wel iets moeilijker geworden. Maar ik moet zeggen dat mij altijd eigenlijk best wel is meegevallen. Ook omdat er natuurlijk heel veel verhalen zijn over vrouwen die minder geld kunnen halen voor een bedrijf. Wij hebben daar eigenlijk niet echt heel erg last van gehad. Ik las onder andere dat Pieter Schoen, bekend van Dragon's Den, de investeerder, ook bij jullie is ingestapt. Hebben jullie hem benaderd? Nee, hij heeft ons benaderd. Kijk eens aan, dan zit je helemaal toch met de stoel achterover. Van kom maar op. Ja, kijk, ik vond het heel leuk dat hij ons benaderde. Maar ik dacht wel, ik wil eerst even een goed gesprek om te kijken of wij bij elkaar passen. Je moet niet, omdat iemand een naam heeft die je kent, natuurlijk dat daar meteen denk ik van onder indruk zijn. Maar nee, dat klikt heel goed. En ik vind het heel leuk. Pieter is natuurlijk zelf ondernemer geweest en daar eigenlijk nog steeds. Ik vind het gewoon heel leuk om met ondernemers te werken. Daar leer je heel veel van. Hoe ging dat gesprek? Dat was initieel een meeting van een uurtje. En dat werd uiteindelijk een meeting en een lunch en een borrel. En dat duurde volgens mij 1 uur of 7, 8. En ik kreeg dezelfde avond de termsheet opgestuurd. Kijk eens aan. Kijk eens aan. Hoe is jullie contact dan nu nog? Nou, in principe zien we elkaar eens per... Ik zie sowieso al mijn investeerders eens per kwartaal. Sommigen nog iets tussendoor. Ligt ook een beetje aan of er grote onderwerpen zijn. En als er specifieke topics zijn waar ik wat meer het over wil hebben, dan kan ik ze in principe gewoon altijd bellen. Dus soms spreek ik een Pieter bijvoorbeeld 3 keer per maand. Het kan ook zijn dat ik hem misschien een keer 2 maanden niet spreek. Want je haalt er dan ook wel echt advies uit, inhoudelijk advies? Ja, dat zou wel de bedoeling moeten zijn als je goede investeerders binnenhaalt. Ja, ben je daar heel strikt in? Dat het niet alleen, even plat gezegd, een zak geld is? Nou ja, het is altijd sowieso heel moeilijk om in te schatten. Als je eigenlijk is investering ophalen natuurlijk ook een soort van salesproces beide kanten op. Dus het is altijd afwachten wat je er ook echt voor krijgt. Maar ik denk dat er heel veel ondernemers zijn die ook vaak gedwongen, hè, dat je gewoon geld nodig hebt op een gegeven moment. En dan moet je het ergens vandaan halen. Maar ik denk dat de verkeerde investeerders wel echt heel erg een rem op je groei kan zijn. Dus ik zou wel altijd je aanraden om daar echt kritisch naar te kijken. Voegt een investeerder ook wat toe aan wat ik nu nodig heb? Dat klinkt alsof je er ervaring mee hebt. Nou, ik heb eigenlijk hele leuke investeerders allemaal. Dus ik mag, als ik vaak alle horrorverhalen hoor van sommige founders om me heen met hoe boardmeetings gaan, dan denk ik, nou, dan hebben wij het eigenlijk best wel goed voor elkaar.
Want je voelt niet vanuit die investeerders een bepaalde druk om een bepaalde kant op te gaan. Nee, wel een bepaalde druk om te presteren. Want je doet het natuurlijk. Kijk, je belooft natuurlijk gouden bergen als je investering gaat ophalen. Dus die moet je dan ook wel waarmaken. Dus de druk om te presteren voel je natuurlijk altijd. Maar die voel je natuurlijk ook vanuit jezelf. Maar wij hebben wel investeerders die ons heel vrij laten in de richting die wij op willen. Want voor hen is het denk ik minder een beweging dan. En meer waar we het in het eerste uur over hadden, meer een bedrijf. Ja, al moet ik zeggen dat een van onze investeerders bijvoorbeeld dat is voor impact. Dat is echt een impactfonds. Dus die investeren alleen maar in wat zij tech for good bedrijven benoemen. Ik denk dat het voor sommige investeerders ook inderdaad gewoon om de return on investment gaat. Maar dat is voor mij ook niet erg. Want ja, wat ik het eerst u zei, ik denk dat als wij meer omzet draaien, dat wij ook meer impact maken. En wat is nou een tip die je dan bijvoorbeeld van zo'n Pieter Schoen meekrijgt? Dat je denkt van nou, dat haal ik niet bij ja, collega ondernemers die in hetzelfde schuitje zitten bijvoorbeeld. Nou, wat ik leuk vond aan Pieter, we hebben het net wat uitgebreid over pricing gehad. Pieter is wel een beetje de aanjaar geweest van duurdere, wat zei hij nou toen op een dag? Hij zei iets in de richting van, als je een Rolls Royce wil zijn, dan moet je niet eens een Toyota neerzetten. Nou, wij waren een Toyota in termen van pricing nog 2 jaar geleden. Dus hij heeft bijvoorbeeld wel heel erg geholpen met, hoe zet je die pricing strategie nou beter neer? En is het dan ook wel dat je het bij hem misschien eerder aanneemt dan als je desnoods met vrienden het hierover hebt en dat die dit zouden zeggen? Ik zou het wel sneller van iemand aannemen die ervaring heeft. Maar ik moet wel zeggen dat als een van mijn investeerders nu luistert of dit een keertje hoort, dan lacht je waarschijnlijk. Wij zijn wel heel eigenwijs. Ja? Dus ik neem het uiteindelijk wel van je aan. Maar of jij meer ervaring hebt dan dat ik heb, hoeft niet van mij te betekenen dat ik het sneller van je aanneem. Waar uit die eigenwijsheid zich nog meer in? Nou ja, ik trek me niet zo heel snel wat aan van wat mensen van iets vinden. En ik denk ook dat je. En soms zorgt het er ook voor trouwens dat we na een paar weken op terugkomen en dan bleek iemand anders gelijk te hebben. Overigens, die durf ik ook al toe te geven. Maar ik denk dat als je een ondernemer bent, en met name ook als je een bedrijf wil opzetten wat dingen echt anders doet, dan moet je ook wel een beetje eigenwijs zijn en je eigen koers kunnen varen en soms even de advies in de wind kunnen slaan. Maar hoe weet je dan dat jouw koers de juiste koers is? Ja, niet trial and error. Ik denk dat we van die 8 miljoen die we hebben opgehaald, zit er heel veel leergeld tussen. Of keuzes die je achteraf misschien anders zou moeten maken. Maar ja, dat heeft iedereen uiteindelijk. Ik denk dat als ik nu hierna nog een keer een bedrijf start, dat ik ook weer de helft van mijn investering waarschijnlijk aan dingen uitgeven van ik achteraf denk, nou, ik weet niet of dat de goede versneller achteraf was. Maar wordt die bandbreedte niet steeds kleiner om fouten te maken? Zit je nu niet op een grootte dat er misschien verwacht wordt dat er echt wel, ja, wat minder trial and error plaatsvindt? Of is dat inherent aan jullie branche waar je echt een disruptor bent? Nou, ik denk 2 dingen. Ik denk dat op een gegeven moment maak je denk ik die fouten ook wat minder. Omdat je gewoon, nou ja, je wordt ook gewoon wat wijzer. Je snapt wat beter op een gegeven moment hoe je markt werkt, hoe je klanten werken. Dus ik denk ook dat je wat meer gevoel krijgt bij de keuzes die je maakt door de tijd heen. En ik denk dat trial and error altijd zal blijven. Ik denk alleen dat je door de jaren heen ook beter leert binnen welk kader probeer ik dat. En wanneer moet ik zeggen, ik stop ermee, want het werkt niet. Ik denk dat je nooit, zeker niet in een start-up of scale-up, alles kunt uitkristalliseren voordat je gaat beginnen. Soms moet je gewoon gaan. Maar je moet wel heel goed van tevoren afspreken, wanneer is het punt waarop bepalen gaan wie mee door, ja of nee. En dan stel je eigenlijk gewoon voor jezelf bepaalde targets. Als we dat dan bijvoorbeeld niet halen, dan kappen we met dit project. Wat zijn jullie ambities eigenlijk voor 2024? Hard groeien, met name. Dus we hebben best wel veel in ons product ook geïnvesteerd het afgelopen jaar. Om eigenlijk wat meer die hele employee lifecycle te kunnen bedienen. Dus ook een stukje talent development, interne mobiliteit, noem maar op. Dus qua product. Dus dat je niet alleen wordt aangenomen, maar ook daarna wordt begeleid door jullie. Ja, dus eigenlijk hoe. En zelfs ook het proces ervoor. Dus je kunt op ons platform tegenwoordig ook hele competentieframeworks bouwen. Dus we helpen ook eigenlijk helemaal met die transitie van hoe ga je nou naar een competentiegerichte organisatie. Dus we zijn wat meer sticky, denk ik, geworden, omdat we meer op meer plekken in die hele lifecycle zitten. Dit jaar moeten we gewoon vooral heel hard gaan groeien. Dus, en dat zal met name in Nederland en de UK zijn. En durf je daar getallen aan te koppelen? Van nou ja, dat is ons target wat bij ons op kantoor overal te zien is. Ja, €180.000 in MRR groeien dit jaar. En hoe ben je op dat bedrag gekomen? Ja, ook dat is natuurlijk, blijft een beetje natte vingerwerk. Hè. We hebben nu denk ik genoeg data om in ieder geval te kunnen kijken naar de afgelopen jaren en daar gemiddeldes van te kunnen nemen. Het blijft natuurlijk altijd een beetje koffiedik kijken of je budgetten ook echt uitkomen.
Welke hobbels zie je met dat target in het achterhoofd op de weg? Nou, het is best een ambitieus groeitarget wat we hebben. Ik denk dat de hobbels... ik denk dat wij verkopen ons product al wel in veel verschillende landen. Maar ik moet zeggen dat het altijd ook wel iets meer een toevalstreffer is dan dat daar een hele bewuste strategie achter zit. En we hebben dit jaar nu wel gezegd, de UK wordt een hele bewuste strategie. Dus hoe zorgen we ervoor dat we die naam die we hier in Nederland hebben, dat we die daar ook snel kunnen krijgen? En ik denk dat wat sowieso een uitdaging dit jaar gaat worden, wat denk ik ook wel een beetje past bij waar we als organisatie zijn. Ik denk dat als je richting de 50 mensen overgaat, dan moet je als ondernemer denk ik veel minder zelf doen en veel meer zorgen dat jouw team op de best mogelijke manier presteert. Nou, ik ben een redelijke micromanager en control freak van mezelf. Dus ik denk dat voor mij persoonlijk die transitie wel een uitdaging kan worden. Nou, het is leuk dat je het zegt. Want we hadden hier niet zo lang geleden René van der Zijl te gast. De CEO van XXL Nutrition. De sportvoeding, de shakes en zo. En hij gaf eigenlijk wel een mooi voorbeeld dat hij op een gegeven moment op vakantie ging. En hij zei, ja, als ik nu vanaf, wat was het geloof ik, Aruba of Curaçao. Als ik nu vanaf mijn hangmat met een pina colada in mijn hand dingen moet oplossen. Ja, dan doen jullie echt iets niet goed op kantoor. Ja. Dat kan een mooie uitdaging zijn. Maar ik bedoel, ik heb een fantastisch team. Dus ik zou mijn laptop weken dicht kunnen klappen en het zou goed gaan. Maar ik ben gewoon iemand, ik vind heel veel componenten van ons bedrijf heel interessant. Dus ik bemoei me daardoor met heel veel dingen. Maar ik weet heel zeker dat als ik zeg, ik klap nu mijn laptop 3 weken dicht, dat het bij mijn team helemaal goed gekomen. Hey, een andere vraag. Stel dat nou bijvoorbeeld een Randstad of Young Capital echt even gas geeft. Ja, ben je dan niet zo ingehaald als relatief kleine speler? Dan maak ik even het aanhalingstekens gebaar. Nou, ik denk dat ik zie dat absoluut niet als concurrent. Sterker nog, Randstad is eigenlijk een hele belangrijke klant voor ons. Waar we met Randstad hebben we echt hele toffe experimenten gedaan. En als je het nou hebt over het stukje, we hebben kunnen bewijzen wat we doen. Randstad heeft wel echt de data aan ons gegeven om dat te kunnen bewijzen. Dus ik denk dat juist organisaties als Randstad heel interessant voor ons zijn. Want dat zijn de organisaties die natuurlijk op hele grote schaal verantwoordelijk zijn voor het werven van nieuw personeel. En die allemaal nu heel radicaal die omslag moeten maken in hoe gaan we naar talent kijken om ervoor te zorgen dat we ja ook gewoon simpelweg genoeg plaatsingen blijven doen in deze arbeidsmarkt. Nou, ik bedoel het ook meer van, ben je niet bang dat zij misschien in-house een soortgelijke variant maken? Of lopen jullie dan al te ver op de troepen vooruit? Ja, ik denk dat ik daar een paar jaar geleden misschien wel banger voor zou zijn. Als ik nu zie hoeveel research, development, doorontwikkelen, bewijsvoering. Er gaat in echt die games goed neerzetten. Ja, dan kun je dat misschien in een jaar of 2, 3 zou je misschien een redelijk eind kunnen komen. Nou, ik denk dat wij dan alweer zoveel stappen verder zijn. Dat ik geloof wel dat wij die voorsprong altijd kunnen behouden. Je bent nu 5 jaar ondernemer ongeveer met Equality. Daarvoor 2 jaar een recruitment bedrijf gehad. Als je nou eens terugkijkt, wat is de grootste fout die je gemaakt hebt? Nou, ik heb er best wel veel gemaakt hoor, door de jaren heen. Vind ik het altijd fout. Ik denk dat mijn zusje en ik heel naïef waren toen wij dit bedrijf startten. Wat denk ik heel goed is, maar daardoor wel echt wel veel leergeld uitgegeven. Zo noem ik het altijd maar. Ik denk dat je soms gewoon net even iets beter inlezen op dingen kan wel helpen om het... Om je ook een iets zekerder gevoel te geven. Heb je daar een voorbeeld van? Wat is echt een duur geintje geweest? Nou, wij hebben bijvoorbeeld de eerste versie van ons product door freelance engineers laten bouwen. Nou, en toen kwam onze CTO gelukkig na een half jaar vonden we die. En dus die is echt als co-founder ingestapt. En die zag die tool voor het eerst. Die zei, nou, dit moet echt helemaal opnieuw. Daar hadden we net, denk ik, 1,5 ton uitgegeven om het helemaal te bouwen. Dus in die tijd, dat is sowieso heel veel geld. Maar helemaal als je net met je bedrijf start. Dus ik denk dat wel echt de fout is die we hebben gemaakt. Ik denk ook dat een fout was die we hebben gemaakt. En dat is eigenlijk heel grappig. Volgens mij heb ik het zelfs ooit nog gezegd in een van de interviews van de ondernemer. Wat compleet haaks staat op het product wat we hebben. Ik denk dat toen Fleur en ik begonnen waren wij 21 op dit bedrijf. En je hebt natuurlijk eigenlijk nergens echt verstand van. Dus ik denk dat wij toen toch op een bepaald moment dachten. Nou, laten we dan maar wat mensen om ons heen gaan aannemen die dit al een keertje eerder hebben gedaan. Die ons dan eigenlijk kunnen vertellen hoe het werkt. Nou ja.
de hele gedachtegang achter ons product is juist ervaring. Zegt eigenlijk niks over hoe je gaat performen. Dan moet je meer naar potentie kijken. Ja, eigenlijk zijn jullie het levende bewijs van hoe het dus kan. Ja, maar we hebben ook daardoor gezien dat het de andere kant op ook echt niet hoeft te werken. Dus we hebben wel achteraf gewoon te snel ook soms bijvoorbeeld hele senior mensen aangenomen op posities waarvan dat eigenlijk nog de tijd was daar nog helemaal niet rijp voor. Dus misschien zijn we eigenlijk zelf wel in de valkuil getrapt waar nog steeds heel veel organisaties in trappen. Welk advies had je eerder willen krijgen? Ik had wat eerder mezelf willen kunnen benchmarken tegen andere bedrijven. Ik denk dat wij altijd heel erg geneigd zijn om onze budgetten heel groot te maken. We moeten heel veel groei doormaken en niks is goed genoeg. En ik zit nu sinds een jaar of twee jaar in een WhatsApp groepje met allemaal founders van softwarebedrijven. En nu kan ik dus veel beter ons eigenlijk vergelijken met de markt. Dan zie ik van, oh ja, wij doen het eigenlijk best wel goed als je ons naast het marktgemiddelde legt. En ik denk dat ik die bevestiging voor mezelf af en toe iets meer had willen hebben. Ja, dan kan ik me wel voorstellen dat je misschien ook met heel veel grote bedrijven, bijvoorbeeld met je klanten, gaat vergelijken hoe zij dingen doen. En dan ja, zijn jullie eigenlijk nog een scale-up in dat geval. Ja, en ik denk dat voor heel veel ondernemers is het gewoon nooit goed genoeg. Dus als jij, ik had het toevallig met mijn vriend gisteren over, die is zelf ook ondernemer. Ik zei, de dingen waar je 5 jaar geleden van zei, nou, ik zou zo trots zijn als dat gebeurt. Dan denk je nu echt van, nou, ik ben echt met hele andere dingen bezig. Dus het is ook nooit genoeg. Maar ik denk dat het af en toe best wel fijn is om even de bevestiging vanuit de markt te hebben dat je op het goede pad bent. Dat kan ik me voorstellen. Maar waar lig jij bijvoorbeeld nog wel 's nachts wakker van? Waar lig ik wakker van? Ik lig altijd wakker van of wij hard genoeg... Nou, ik lig trouwens nooit wakker. Mijn stressniveau is wel hoog. Maar als ik ergens over na zou denken, als ik wakker ben... het is altijd wel, groeien we hard genoeg? Blijven we goed vooruit op de markt? Ik denk het standaard riedeltje waar iedere ondernemer denken we over nadenkt. En hoe zorg ik ook gewoon voor een goede work-life balance? Is bij mij ook die altijd goed geweest. Want aan hoeveel uur moeten we dan denken dat jij in de week bezig bent met Equalture? Ik denk iets van 70 uur per week. 60, 70 uur per week. Dus ik vind nu voor een ondernemer best prima. En wat was dat? Nou, dat was echt veel meer. Ik zat vroeger echt iedere avond met een pizzadoos naast me op kantoor. 10 uur te werken. Zaterdag en zondag naar kantoor. Daar heb ik nu wel echt wat meer ritme voor mezelf in gevonden. Ja, maar wat gaf dan dat je daar tijd voor vrijmaakte? Ik heb een hele wijze vriend die tegen mij zei, Charlotte, dit ga je nog een paar jaar zo volhouden. En als je dit zo blijft doen, dan ga je op een gegeven moment jezelf helemaal voorbij rennen. En we hebben iets wat wij nu wat meer doen, wat we in het begin eigenlijk helemaal niet genoeg deden, is ook meer leadership training. Niet alleen voor ons als management team, maar ook voor alle andere managers in ons bedrijf. En daar heb ik ook wel vaak te horen gekregen. Ja, jij kan jezelf wel makkelijk voorbij lopen. Als dat een paar keer tegen je gezegd wordt, dan... Ga je daar natuurlijk op een gegeven moment pas je over nadenken. Toch een vraag die ik leuk vind om je te stellen. Kan je ondernemen leren of ben je er een? Je bent er een. Leg eens uit. Ik denk dat ondernemen te maken heeft met je toch iets meer je aangeboren skills en je aangeboren persoonlijkheidskenmerken. Dus ik denk dat als jij risico durven nemen, flexibel zijn, dat soort dingen, dat zijn wel van die typische gedragingen die ik denk nodig heb. Ik denk ook dat je bepaalde hoe snel kun je leren, hoe is je analytische inzicht, dat zijn wel echt dingen die je nodig hebt. Maar Charlotte, dit klinkt bijna alsof je hier een game van kan maken of je kan zien of iemand een ondernemer is. Nou, ik denk dat wij dat best goed zouden kunnen weten, ja. Nou, dan moeten we eens aan tafel, denk ik. Ik zie kansen. Nee, ik geloof absoluut niet. Maar ik weet niet of ik hier vijanden mee ga maken. Maar mensen die bijvoorbeeld een master entrepreneurship gaan doen in de hoop dat ze ondernemer worden, denk ik, ja, dat is, misschien heb ik het wel mis hoor. Maar dat is denk ik niet de route waarop je dat het beste gaat bereiken. Over ondernemen gesproken, daar komt ook vaak verkopen bij. Hoe vaak krijg jij een aanbieding? Valt op zich wel mee hoor. Ik denk een paar keer per jaar. En dan moet je er natuurlijk ook wat afvragen hoeveel daarvan echt reëel zijn. Dus op zich valt dat wel mee. Maar wij houden daar ook nu echt wel heel erg de boot voor af. We zijn echt nog lang niet op het punt waar ik het zou willen verkopen. Want per wanneer neem jij de telefoon op? Nou, ik denk als het voor mijn gevoel ook iets meer afvoelt. Ik denk dat er ook nog wel bepaalde dingen zijn die ik zelf ook wel echt nog zou willen leren. Dus dat stukje waar ik het eerder over had, het schalen. Ik denk dat ons product, het staat als een huis. We hebben echt vanuit onze klanten bijna 100% blijft. Dus wat we doen is echt wel goed.
Maar hoe zorgen we nou voor dat we echt de wereld in gaan? We hebben nu klanten bijvoorbeeld in andere continenten. Ik vind het heel leuk met verschillende culturen te werken. Dus er zijn dingen die ik zelf nog wel zou willen leren. En gewoon het idee hebben dat we op iets grotere schaal dit bereikt hebben. Maar wat ik zei net eerder, ik denk dat er op een gegeven moment voor mij persoonlijk ook een houdbaarheidsdatum op zit. Ik denk niet dat ik een goede CEO ben voor een bedrijf van 100 mensen. Dus ja, dan op dat punt zou ik er zelf wellicht wel afscheid van nemen. Maar wat is Equalizer, denk je, in potentie waard als je naar de toekomst kijkt? Ja, dat is altijd. Dat vind ik zo afhankelijk ook van de markt. Want de waarderingen voor SaaS-bedrijven die schommelen ook zo enorm. We hebben altijd wel intern gezegd, ze moet wel voor 100 miljoen over de toonbank gaan. Ooit. Nou ja, nu is het niet meer intern. Nu is het ook extern genoemd. Ja, daar heb je gelijk in. Laatste vraag. Stel, je hebt het verkocht. Wat dan? Of ik ga weer opnieuw een SaaS-bedrijf beginnen. Maar ik vind... Kijk, ik heb nooit echt de ambitie gehad om een techbedrijf te hebben. Ik denk dat voor mij meer de oplossing was voor het probleem wat ik zou. Ik vind het topic waar ik mee bezig ben, de arbeidsmarkt een stukje eerlijker maken, vind ik, daar zou ik me wel tegenaan willen blijven bemoeien. Dus of je dat dan als vorm als consultant of public speaking wat meer doet, dat kan natuurlijk ook. Ik zou ooit nog wel een stichting ook willen hebben. Dus ik denk dat ik merk wel dat ik zou niet een bedrijf kunnen hebben wat puur commercieel georiënteerd is zonder dat daar een impact oogmerk. Dat moet toch wel voor mij bij zitten, dat stukje impact. Goed om te horen. We gaan je in de gaten blijven houden. Dankjewel. Charlotte Melkert, oprichter en CEO van Equalizer. Vond je dit nou een leuke video? Like en abonneer je dan. En mis niets van De Ondernemer Live.